wij alle dagen doen van school. En daarvoor moesten we ons eigen soort bedrijfachtig iets opstarten. En we hebben een crème gemaakt, omdat we, ja, dat vonden we eigenlijk gewoon wel leuk. Wij dachten dat het wel verkoopbaar was van mensen, want het was winter en dan mensen hadden dan droge handen en dan was crème natuurlijk wel heel erg handig. En toen gingen we een enquête opstellen en rondsturen en ja, toen kwam er eigenlijk uit dat het wel heel erg goed verkoopbaar was en dat het wel een gat in de markt zou zijn. En toen hebben we nog een enquête gedaan om te kijken wat moet die crème eigenlijk bevatten en hoe duur moet die zijn. En dan kwamen we uit dat het juist goed was voor de huid en moet beschermen. En ja, dat moet ook voor jongens zijn en een lekker geurtje geven. En dat hebben we dus allemaal in de crème gedaan. We hebben verschillende recepten gevonden waarmee we die crème konden maken. En uiteindelijk hebben we een goede crème of een goed recept gevonden. En hebben we uiteindelijk een best wel mooie crème van gemaakt met verschillende producten erin. En uiteindelijk vonden wij zelf dat een best wel mooi eindresultaat uitgekomen. Waar we het best trots op mogen zijn. Er zitten heel veel producten weer. Zo hebben wij acetyl alcohol erin zitten. Ja, dat is heel goed, dat maakt juist iets vetter en daardoor wordt de huid minder droog. Ook zit er sesamolie in. Ja, dat is juist erg goed om ook iets vochtiger te maken de huid. En dat maakt het ook zo soepel, de crème. Ook hebben wij de tegelmuls in zitten. Ja, dat zorgt juist voor dat het goed bindt. En dat je niet door de UV-straling van de zon verbrandt. Hamamen is water, ja, dat verjongt de huid. Dat is ook wel een goede eigenschap van de crème. En verder hebben wij twee soorten geurstoffen die erin kan. We hebben lavendel en we hebben ook nog citroen. Ja, dat geeft dus het lekkere geurtje. We hebben de naam crème blanche bedacht omdat blanche eigenlijk staat voor wit en wit staat voor zuiverheid. Dus, en onze crème is ook wit, dus dat vonden we wel leuk dan. En ja, crème, dat spreekt voor zich. En crème blanche in het Frans, omdat Frans eigenlijk altijd wel heel netjes is. En zo drukken wij onze crème zeg maar ook uit. Ja, mijn oma heeft vroeger in het ziekenhuis gewerkt, allemaal met chemische spullen op haar handen. En daarom is ze een hele dunne huid en je hoeft maar iets aan te raken en het gaat al snel bloeden. En ja, ze wilde onze crème toch wel proberen. En nadat ze de crème had gebruikt, die volgende dag waren haar handen veel... Ja, daar was de huid veel dikker en kon ze veel meer doen met haar handen. Kon ze weer dingen vastpakken en hoefde ze niet zo per se een handschoentje aan. Ik kreeg heel veel goede reacties van bijvoorbeeld mijn oma, die had ook helemaal aan haar buurt allemaal crèmpjes verkocht en zo. En daar kreeg ik telkens, als ik bij mijn oma was, kreeg ik daar weer hele goede verhalen van te horen. Dat ze hem elke dag nog gebruiken en dat het je huid echt heel erg zacht maken. Crème blanche, het is weer beter. Dus stem op ons.